Ik ben Charlotte en met mijn bedrijf LotLab doe ik onderzoek naar biomimicry voor het basisonderwijs. Biomimicry is innovatie geïnspireerd op de natuur. Maar waarom zouden kinderen van het basisonderwijs dit moeten leren? De natuur heeft 3,8 miljard jaar aan kennis waar wij nog veel van kunnen leren. In de natuur is bijvoorbeeld geen afval. Als we dit principe kunnen nabootsen, werken we samen aan een duurzame wereld. Met de lessenserie Master Mimicry leren kinderen onderzoeken, ontwerpen en vormgeven geïnspireerd op de functies van de natuur. De lessenserie bestaat uit 5 levels waarin de kinderen steeds meer leren over biomimicry. Ieder level bevat een doosje met kaarten waarop de opdrachten staan vermeld. Het eerste level begint met een locatiekaart waar de teams denkbeeldig worden gedropt, bijvoorbeeld in de woestijn, de jungle of in de zee. Ze moeten zien te overleven op deze locatie. Daarom gaan de teams op verkenning uit en maken een mindmap van alle problemen die ze tegenkomen. In het tweede level krijgen ze kaarten met dieren en planten die weten te overleven op deze locatie. Er wordt 1 organisme gekozen die hun gaat helpen om problemen op te lossen. Bijvoorbeeld een kameel. De kinderen onderzoeken de kenmerken van een kameel. En in het derde level bedenken ze welke functies hierbij horen. Op de kaarten staat beschreven waarom kamelen 2 bulten hebben, hoe het komt dat ze zoveel kunnen drinken, waar die dunne benen voor dienen en waarom ze zo'n dikke vacht hebben. Ze kiezen 1 functie, bijvoorbeeld de bulten van een kameel. Die kunnen hun helpen om te overleven in de woestijn. Hiermee gaan ze een oplossing ontwerpen voor een probleem uit level 1. Geïnspireerd op deze functie verzinnen de teams ideeën voor een product. Deze worden gemaakt van kosteloos materiaal en een lijmpistool. Het vierde level bestaat uit kaarten met voorbeelden van biomimicry. De vormen uit de natuur zijn gebruikt als inspiratie voor een ontwerp. Daarna maken ze een vaste vorm door het in te pakken met papier-mâché. In het vijfde level leren de kinderen over de functies van kleur in de natuur. Op de kaarten staan voorbeelden van camoufleren, aantrekken en afschrikken. Als laatste wordt het ontwerp geverfd in kleuren die passen bij de functie. Zo leren de kinderen om problemen op te lossen met de functies van de natuur en hier een product voor te ontwerpen. De lessenserie over biomimicry is vakoverstijgend toe te passen bij lessen over kunst, natuur en techniek. Door de verschillende kaarten zijn de levels vaker te doorlopen en worden de kinderen uiteindelijk master mimicry. Voor meer biomimicry in de klas, ga naar lotlab.com.